alle verschillende stories in één minuut. En we beginnen met Instagram Stories. Ontzettend populair natuurlijk. En daarmee ben je eigenlijk heel erg direct zichtbaar bij vaak jonge volgers op Instagram. Handig voor bijvoorbeeld een kijkje achter de schermen en quick tips. Met Snapchat bereik je natuurlijk de millennials. Met augmented reality, lenses. Maar afhankelijk van je doelgroep ben je net iets minder zichtbaar dan op Instagram. Nou, gebruik je WhatsApp al misschien voor klantcontact, dan kun je ook WhatsApp status inzetten voor handige how-to's en FAQ's. En dan is er nog Messenger Day van Facebook Messenger. Daarmee kun je ook met filters en teksten aan de slag, maar niet als bedrijfspagina, nu nog alleen als individu. Hetzelfde geldt voor Facebook Stories. Dat biedt trouwens veel extra's aan effecten. Opvallend hierbij is dat je volgers je verhaal maar één keer kunnen bekijken. Volg ook de Frank Watching Stories op Instagram.